You who you say here. Wat leuk dat je kijkt. Welkom. Ik zal het vandaag eens even hebben over Halloween. Want dat is vanavond. Of ook wel All Hallows Eve. Yes. Of vanuit de christelijke kerk die er een flinke stempel op gedrukt hebben. Allerheiligenavond. Oké, maar laten we het bij All Hallows Eve houden. Want ik weet, ik ben eens even in de archieven gedoken. En vroeger in een ver verleden heb ik op de middelbare school mijn profielwerkstuk gemaakt over Halloween. Halloween. Goed, die Amerikanen. En dus ik weet ook wel, het is ontstaan en zo. De oorsprong ligt bij de Kelten. Het is een heidens feest ter ere van de oogst. Het heette eigenlijk Samhain, een festival, feest ter ere van de oogst. En om aan te luiden is het einde van de warme dagen, begin van de wintertijd, dat ze zich klaarmaken voor koude, donkere nachten en tijden en zo. En, maar hun geloofden ook echt in mythische wezens, zoals elfjes en toch ook monsters en geesten, heksen, tovenaars en allemaal zo'n dingen. Zij geloofden ook dat om deze tijd de sluier tussen de wereld van de levenden en de geesteswereld gewoon verdwijnt. Dus we hebben nu heel veel Walking Dead. Ja, zeker. Die kans is heel groot dat er dus stiekem van alles tussendoor vliegt en zweeft en hangt en is. Oh, en trouwens, dat is dan misschien waar Rossi op gereageerd. Dat ik toch hier in huis een of andere energie, entiteit of geest heb of zo. Ja, dat moet dan toch wel. Want gistermiddag had hij er ook nog even last van. Dat hij ook weer aan het blaffen was en rustig en trillen en ja. Oh, en laatst, dat vond ik echt een beetje vaag hoor. Dat was echt een beetje scary. Want hij slaapt bij mij op bed. En midden in de nacht word ik gewoon wakker van zijn geblaf. Dat heb ik nog nooit zo meegemaakt. Hij was aan het blaffen en omheen aan het scharrelen, onrustig en zo. En ja, hij springt niet van het bed af. Hij ziet niet meer zo goed. Dus ik doe het licht aan en ik denk, kan hij van het bed af misschien wat water drinken of zo. Maar nee, hij bleef op bed en blaffen en kijken naar de deur. En ik denk van, hè, oké, ik zal dan maar eens even gaan kijken. Zo is er iets. Dus ik ben gaan kijken, hij volgde mij, niks aan de hand. Maar hij liep naar de achterdeur, dus ik denk dan, nou, misschien moet hij plassen, ik laat naar buiten. Maar ook eenmaal buiten wilde ik toen even niet meer naar binnen. Maar op een gegeven moment denk ik, kom, toen is hij weer naar binnen, er is niks aan de hand. Ik ben aan bed gaan liggen. Maar toen, hij was echt, hij kroop helemaal tegen me aan, helemaal bibberen en trillen en maar kijken naar die deur. Dat ik echt denk van, hè, ja, vaag. Vaag. Jezus. Is dit wat van mij geworden is? Echt. Wat vreselijk.
Jezus. 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 Ja. Maar daar heb ik me niet voor in de fik laten zetten. Ik ben in vlam opgegaan. Laat ze mij vertellen dat ik meekreeg. Dat ik terug zou komen. In de wereld. En dat ik er alle krachten voor nodig zou hebben. En dat die in mijn bezit zouden zijn. Dat me dit zou lukken. Maar. Jezus. Als ik kijk wat zij je met dit lichaam met alles doet. Wat een liefde heersbeestje. Man, lijkt alsof ik van vloek ben geworden. Ik zag de toekomst wat mooier aan dan dit. Jeetje. Al licht. Liefde. Nee. Ik ga er toch proberen voor te zorgen dat zij zo meer in contact komt met die andere kant van haar. Dat haar innerlijke krachten wat meer naar boven komen. Dat we zullen zorgen voor helpaarden. Wat? Vaag. Wat? Wat zei ik? Zo. Ben ik de boeg? Dat is raar. Zo. Vaak shit. Nou, het zal Halloween zijn, hè? Juist, laten we het daar maar gewoon behouden. En dus ga lekker spoken vanavond, hè? Heb fijne nachtmerries. En vergeet niet, shine on you crazy diamond.